De rechercheurs van de kooi van Houten en Werkema vinden in een kelder het lijk van een man die 3 keer in zijn hoofd is geschoten en daarna in het beton is gestort. Maand later wordt daarvoor Harry Bout uit Zeist gearresteerd. En uiteindelijk in een zitting onder leiding van rechtbankpresident Hoofjes tot levenslange celstraf veroordeeld. Goedenavond, welkom in Michigan in het hart van de Verenigde Staten, waar dit allemaal ruim 20 jaar geleden is gebeurd. In deze streek waar ongelooflijk veel Nederlandse immigranten zijn neergestreken en waar je door de gebouwen en de namen nog steeds de indruk hebt dat je gewoon thuis in Nederland bent. Harry Bout verhuisde in zijn jeugd hier naartoe en is op dit moment de langzittende Nederlander in een buitenlandse strafcel. Hij zit al 22 jaar lang vast en volgens velen ten onrechte. Hij zou slachtoffer zijn van een gerechtelijke dwaling. De politiek volgt de zaak inmiddels en een heuse actiegroep beijvert zich voor een herziening van het proces. De Nederlandse topadvocaat meester Geert-Jan Knoops onderzoekt de mogelijkheden daartoe. De vraag is dus, is Harry Bout ten onrechte veroordeeld of niet? Wij doken in de oude dossiers uit 1985 en onderzochten een moordzaak waarvan wij met Nederlandse ogen zeggen dat het erg veel weg heeft van een plat Amerikaans filmscenario. Maar hier, in Michigan, is het vooralsnog de bittere werkelijkheid. In de Nederlandse pers is de afgelopen jaren regelmatig bericht over Harry Bout. Die claimt onschuldig te zijn veroordeeld. De actiegroep Free Harry Bout, die zich inspant voor zijn vrijlating, stelt dat er tal van aanwijzingen zijn en zelfs harde bewijzen voor zijn onschuld. Hij moet de rest van zijn leven in de gevangenis blijven. En het gaat hier om Harry Bout. Hij emigreerde met zijn ouders in de jaren 60 van Nederland naar Amerika. Intussen zit hij 16 jaar al vast voor een moord die hij, zegt hij zelf, niet heeft gepleegd. Een Nederlander die al 22 jaar vastzit in Amerika voor een moord die hij niet gepleegd zou hebben. En ook de Nederlandse politiek doet zijn best om Harry Bout vrij te krijgen. Hij is geboren in Zeist in 1958, Nederlander van geboorte. En dat Nederlanderschap, dat is de terechte kritiek van het comité wat hem steunt. Dat Nederlanderschap dat wordt gerelativeerd door de Nederlandse regering, omdat hij heel lang in Amerika heeft gewoond. Dat vinden wij een slechte zaak. De laatste inspanningen voor de langzittende landgenoot in den vreemde zijn van de Amsterdamse advocaat meester Geert-Jan Knoops. Hij onderzoekt of met Harry's arrestatie en veroordeling internationale verdragen zijn geschonden en of er een mogelijkheid bestaat om Bout naar Nederland te krijgen. Met als doel een snelle invrijheidstelling. Journalistiek onderzoek naar in het buitenland veroordeelde Nederlanders is vaak een lastige klus. De vraag of een veroordeling terecht of onterecht was, is vanwege de afstand, de taalbarrière, een ander rechtssysteem en een gebrek aan onderzoeksdocumentatie vaak slecht te beantwoorden. Maar in de zaak van Harry Bout kregen we wel toegang tot de belangrijkste getuigen en tot het dossier, waaronder de originele, duizenden pagina's tellende woordelijke rechtbankverslagen uit 1985. En nu zijn we dus in Michigan om betrokkenen te horen, de plaatsdelict te bezoeken en eventueel nieuwe feiten te achterhalen. Waar ik echt ervoor wil waken is dat we ons niet voor het karretje laten spannen van een man, Harry Bout, die misschien wel zeer terecht is veroordeeld en vanuit zijn cel handig probeert in te spelen op de sentimenten in Nederland over gevangenen in het buitenland. Tegelijkertijd realiseer ik me heel goed dat dit niet de eerste gerechtelijke dwaling in de Verenigde Staten zou zijn, die pas aan het licht komt nadat de veroordeelde bijna de helft van zijn leven in de cel heeft gezeten en dan pas blijkt dat politie en justitie hun boekje te buiten zijn gegaan en de man in kwestie onschuldig is. De stad Grand Rapids ligt midden in de staat Michigan. Met name in de jaren 50 streken hier zeer veel Nederlanders neer om na de oorlog een nieuw bestaan op te bouwen.
Overal word je op straat geconfronteerd met Nederlandse namen. Deze stad is de eerste week van april 1985 het decor van een gruwelijke vondst. In een gat in de kelder van de familie Bout aan Broadway Avenue wordt het lijk gevonden van de 40-jarige Onunwa Iwaku, beter bekend als L. De politie was getipt door een Butch Shaver. Hij is een goede vriend van de zoon des huizes, de dan 26-jarige Hollander Harry Bout. Het Nigeriaanse slachtoffer L was een maand eerder na een avondje stappen met Harry en Harry's vriendin spoorloos verdwenen. Harry en L waren zakenpartners en inmiddels beste vrienden. Terwijl rechercheurs de lugubere graafklus klaren, worden in een appartement elders in de stad Harry Bout en zijn vriendin, de 17-jarige Dawn Bean, van hun bed gelicht en afgevoerd naar het politiebureau. Harry en Dawn beschuldigen elkaar van de moord. Harry zegt dat Dawn na het avondje stappen samen met L in de slaapkamer belandde voor een vrijpartij en dat zij toen L doodschoot. Dawn beweert daarentegen dat ze een triootje zouden hebben en dat ze met z'n drieën in de slaapkamer waren toen Harry plotseling de trekker overhaalde. Uiteindelijk wordt Dawn geloofd en Harry veroordeeld tot levenslange celstraf. Butch Shaver, de man die de zaak aan het rollen bracht, vertelt 23 jaar na dato op de plaats delict aan Peter hoe hij minuten na de moord uit zijn bed werd gebeld door Harry Bout met het verzoek om snel langs te komen. So you arrived here? Right. And I went in, I went into the house. And we went in through this way. Yeah. And then told me that L. He was waiting here for you? No, he was waiting inside. Okay. So what did he tell you when you came in? He told me that L. Wagu was dead and he's upstairs, you know. Now remember, I'm trying to remember this 23 years ago. Harry's moeder is die avond in maart 1985 voor een paar dagen weg. De enige andere bewoner is een bejaarde, iets wat zonderlinge vriendin van Harry's moeder, die al een paar jaar bij de familie inwoont. Ze ligt op bed op de bovenverdieping. Butch moest van Harry vuilniszakken meenemen. En als hij binnenkomt, ziet hij Harry's vriendin Dawn naar beneden komen met wat geld in haar hand. De mannen gaan nu naar boven en daar is Butch getuige van een afschrikwekkend toneel. De naakte, dode L ligt op zijn buik in een slaapkamer. Onder zijn hevig bloedend hoofd heeft Harry een pan geplaatst om de vloerbedekking te sparen. Het slachtoffer is in zijn hoofd geschoten. L. Wagu was down here face down. He was here. Face down. Face down. Right. Bleeding. Yes. We had to clean up the blood and everything. But were you shocked? Were you shocked? Oh, absolutely. I never seen a dead body before. De mannen wikkelen het bloedende hoofd van L in een vuilniszak en showen hem van de trap af. Ze moeten eerst langs de slaapkamer van de vriendin van Harry's moeder. Ze ligt er pal naast en is mogelijk getuige geweest van wat er zich die nacht in de aangrenzende slaapkamer afspeelde. And he picked up the shoulders or a head or whatever and we carried him out and he was heavy as can be. And where was Dawn at that moment? She was behind us being silent, not saying a word. Okay. We take El Wagu down here, you know. Was it easy or difficult? Very difficult. He was very heavy. Eerst leggen Harry en zijn vriend het lijk in de badkuip. We try cutting him, but the knife was too dull, and we could never do it. And then she made one cut, and then that when I said,
Harry, we can't do this. We're not butchers, you know, mm-hmm. and stuff. So he said, just a second. So, you know, because I told him we had to bury him. And he said, just a second. So he goes downstairs, he finds a hole. Harry vindt een gat in de keldervloer. Het lijkt groot genoeg om een mens in te verbergen. Harry overlegt met zijn vriend en met zijn tweeën halen ze het lijk uit de badkuip en dragen ze het de kelder in. Right here. Okay, we carried the body down here. Yeah. When Harry came down and found the hole. Het is wat duwen en trekken. En als ze hun macabere werk hebben geklaard, veert er opeens een arm van het lijk omhoog. And I know the hole was about that size, we had to curl him in a little bit. Yeah. And stuff. Did it fit? Pretty much so, once we curled him in, you know. Butch trapt er een paar maal op en dan blijft hij zitten. Pas precies, zeggen ze triomfantelijk tegen elkaar. Net als in de film. And pushed him down, you know, with my foot. That's horrifying. I regret doing that, but the guy was already gone. There was nothing I could do. He wasn't going to feel it. So you ended up in one hell of a horror story, Butch. Yes. It's a nightmare. I still can't stop thinking about it. I still see Alawagu's there, and you know, and it was just, you know, I just don't know how to explain that. It was one hell of a nightmare, And is it still going on? In my mind, I still ask myself many times. I mean, there are times I've even hit myself in the head like this. Why, Alvin? Why? Why am I so stupid? But that's the story of my life. Harry en Butch hebben een plan bedacht om de familie van Al en de politie te misleiden. Ze besluiten de auto van Al te stelen, die bij zijn huis aan de andere kant van de stad staat. Dawn Bean gaat intussen druk aan de slag met het opruimen van sporen. Ze stopt de kleding van Al in plastic zakken, wast de pan schoon die onder het hoofd van Al stond om het bloed in op te vangen, en probeert bloedvlekken in het tapijt weg te poetsen. Niet veel later die nacht komen Butch en Harry terug met Al's auto die ze ongemerkt hebben weggehaald. Terwijl het lijk in een gat in de kelder zit en terwijl de bejaarde vriendin van Harry's moeder weer is gaan slapen, verlaat het drietal de plaats delict met twee auto's. Ze vertrekken met de auto van Al en met die van Harry richting het zuiden in een poging een geraffineerd dwaalspoor uit te zetten. Het wordt een lange rit van wel 400 kilometer naar het vliegveld van Indianapolis, waar ze de volgende morgen aankomen. What was the meaning of putting the car there? Because Alawagu had a tendency of driving down there, putting it in long term and catching a plane. So what you wanted to do was to suggest that he left the country. Right, exactly. Because I think, if I remember correctly, but I have trouble remembering, but I believe that he would catch a plane down there so nobody else would know it, nobody else would leave, not even his family, and went to Nigeria. Nadat ze Al's auto op de luchthaven hebben achtergelaten, rijden Butch, Harry en Dawn terug naar Grand Rapids. Onderweg gooien ze nog een aantal spullen van Al weg, waaronder een koffertje met documenten. Die volgende middag komt het drietal weer aan in Grand Rapids. In de kelder van het huis ligt in een gat in de grond dus nog steeds het lijk van Al.
En dat kan ieder moment ontdekt worden door een van de familieleden of door bijvoorbeeld de vriendin die de avond van de moord in het huis lag te slapen. Harry, Butch en Don stoppen daarom op de terugweg bij de doe-het-zelf-zaak van de familie Zijlstra hier in Grand Rapids. En aan de winkelier legt Harry uit dat hij een gat moet opvullen met cement. De winkelier becijfert aan de hand van de afmetingen dat hij daar 5 zakken voor nodig heeft. En wat zegt Harry dan? Die dus de avond daarvoor zijn beste vriend heeft verloren. Hij zegt dan, geef me er maar 4, want ik heb nog wel wat opvulsel. En daarmee bedoelt hij het lijk van zijn vriend Al. Het zijn dit soort ongevoelige opmerkingen geweest die hem door de aanklager later enorm zijn nagedragen. En die ervoor gezorgd hebben dat de officier van justitie niet geloofde in een ongewilde, toevallige samenloop van omstandigheden. Integendeel, hij ging ervan uit dat het opzet was geweest om El te doden. Bij thuiskomst blijkt het lijk in de kelder niet te zijn ontdekt. Met vereende krachten gaat het trio verder met het wegwerken van de sporen van het misdrijf. Terwijl Don boven kijkt of de kust veilig is en of Evelyn niets in de gaten heeft, mengen Harry en Butch het cement. Samen storten ze het gat met het lijk erin dicht. Vanaf dat moment breekt een periode van tergende onzekerheid aan voor de familie van El. Zijn vrouw, de van oorsprong Nederlandse Charlotte Brink, geeft een interview voor de lokale televisie. He had appointments. He had people expecting to see him. He had ongoing business that he was in the middle of. And it's not like him to miss collecting money or meeting business appointments or doing things that, you know, he's completely involved in. Haar laatste contact met haar man is van de avond van de moord. El had haar, toen ze net naar bed ging, nog gebeld dat hij in een hotel zat en snel thuis zou zijn. Ze was erop in slaap gevallen en ontdekte pas de volgende morgen dat hij weg was. Ze heeft bij Harry Bout en Don Bean in de weken erna nog navraag gedaan waar El was gebleven. Maar die beweerden beide met stalen gezicht dat ze El voor de deur bij diens huis hadden afgezet. Het duurt uiteindelijk een maand voor Els familie zekerheid krijgt over diens gruwelijke lot als Harry's vriend Butch doorslaat over zijn betrokkenheid bij het begraven van het lijk. The plan was that Al would lie here forever. Forever. And that yes. You would never tell anything about it. But I made a mistake by telling my wife, but I thought my wife loved me, and that's how it started. De politie is de hele nacht bezig met het uithakken van Els lijk. Dit zijn de politiefoto's. Hier is het lichaam al deels te zien en hier wordt het helemaal blootgelegd. El heeft nog steeds de vuilniszak om zijn hoofd die Butch en Harry eromheen hadden gewikkeld om te voorkomen dat alles onder het bloed zou komen. Er zijn in de ras-echte horrorfilm over de moord in Grand Rapids 4 hoofdrolspelers. Uit het dikke Amerikaanse dossier uit 1985 komen de volgende feiten en achtergronden naar voren. Harry Bout wordt in 1958 in Zeist geboren. Zijn vader is politieman in Indonesië geweest. Hij heeft een oudere broer en een jongere zus. Begin jaren 60 emigreert het gezin naar Amerika. In 1970 wordt het gezin getroffen door een tragisch verlies als Harry's oudste broer Will omkomt bij een auto-ongeluk. Harry's vader is dan al overleden. Harry, zus Linda en hun moeder Marianne Schut blijven achter. Al op jonge leeftijd komt Harry in aanraking met de politie.
Hij pleegt op zijn 18e enkele overvallen en krijgt daarvoor 8 jaar celstraf opgelegd. Maar na 2 jaar komt hij alweer vrij en begeeft zich dan op het pad van de valse munterij en onroerend goedspeculatie. In de eerste helft van de jaren 80 loopt hij tegen de lamp. Harry heeft met de Nigeriaan L en met huisvriend Butch Shaver grote partijen valse $20 biljetten gedrukt en in omloop proberen te brengen. Daarvoor werd een drukpers gebruikt die in de garage achter zijn ouderlijk huis stond. Harry komt weg met een relatief lichte straf, omdat Butch Shaver de volledige schuld op zich neemt. Harry is jong getrouwd en heeft op zijn 26e een kind. Maar ondertussen onderhoudt hij ook een liefdesrelatie met de nog maar 17-jarige Dawn Bean. Dawn en Harry bivakeren in het voorjaar van 1985 veel in de ouderlijke woning van Harry. In deze periode bedenken Harry en Elle een nieuw plan om snel rijk te worden. Ze willen via een ingewikkelde constructie opnieuw vals geld gaan drukken, maar deze keer naar Afrika exporteren. Er ontstaat echter een conflict. Kort voor de moord zijn er grote spanningen tussen de twee, omdat L de printplaten voor de valse dollars niet meer wil afstaan aan Harry. De jonge Dawn Bean was ooit het buurmeisje van de familie Bout. Ze volgt een verpleegsteropleiding in Grand Rapids. Dawn is eenmaal in aanraking geweest met de politie in verband met een winkeldiefstal. Harry probeert na de moord de 17-jarige Dawn zwart te maken door te vertellen dat zij een ex-hoertje is en dat zij eens de hond van de familie Bout heeft neergeschoten. Maar voor deze beweringen is in het dossier geen enkele steun te vinden. De 40-jarige El Iwakbu is een tamelijk succesvol zakenman die samen met Harry in duistere zaakjes zit. Hij woont in dit riante huis in een villa-wijk aan de rand van de stad en is getrouwd met de van oorsprong Nederlandse Charlotte Brink. Het stel heeft 3 kinderen. El en Harry zitten behalve in de valse munterij ook samen in het onroerend goed. Het kopen, verkopen en verhuren van appartementen in Grand Rapids. El zou volgens diverse getuigen dus kort voor de moord in het bezit zijn gekomen van de printplaten die nodig zijn om de drukpersende schuur bij Harry weer te laten draaien. Hierover zouden grote spanningen bestaan tussen de twee en hierin zou ook het motief voor de moord moeten worden gezocht. Zo valt te lezen in de dossierstukken uit 1985. Elvin Shaver, beter bekend als Butch, is al zeer lang een vriend van de familie Bout. Hij is een beetje een loser die zijn halve leven in de gevangenis heeft doorgebracht. Zijn vrouw Carol deelde regelmatig het bed met Harry. Butch is 10 jaar ouder dan Harry. Hij was eigenlijk de beste vriend van Will, de oudere broer van Harry die in 1970 bij een auto-ongeluk om het leven kwam. Butch voelt zich hier al meer dan 30 jaar zeer schuldig over, omdat er drank in het spel was en hij toen als oudste en dus als verantwoordelijke niet heeft ingegrepen. Het schuldgevoel van Butch over de dood van Harry's oudste broer gaat zo ver dat hij zich voor het karretje van Harry laat spannen in diens criminele activiteiten. Toen de valse muntersbende van Harry en Al werd opgerold, heeft Butch immers zelfs alle schuld op zich genomen en daardoor de langste celstraf uitgezeten, terwijl Harry en Al de hoofddaders waren. Het dodelijke auto-ongeluk van Harry's broer en het enorme schuldgevoel lopen als een rode draad door het leven van Butch. Butch heeft in 1985 tegenover de recherche verklaard dat Harry aan hem de moord op El had opgebiecht. Maar Butch is jaren later op deze verklaring teruggekomen. Hij stelt nu dat hij destijds door justitie onder zware druk is gezet en zodoende ten onrechte Harry heeft beschuldigd. Dawn zou de dader zijn.
Butch heeft zijn nieuwe versie laten vastleggen in een officiële verklaring, een zogenoemd affidavit dat hij op internet heeft laten zetten. The detectives and prosecutors told me what they believe probably happened and gave me some idea about possible motives. They forced me to lie and commit perjury for them. I had to cooperate in this way or face life imprisonment as an habitual criminal offender. Medestanders van Harry Bout zien in deze nieuwe verklaring van Butch een van de belangrijkste bewijsmiddelen van Harry's onschuld. Het bijzondere aan deze zaak is dat er weliswaar 23 jaar verstreken zijn, maar dat de plaats delict toch nog toegankelijk is voor ons. We hebben in huis alles kunnen zien hoe het zich tot elkaar verhoudt. Maar dat is niet het enige. Ook het motief, het waarschijnlijke motief voor de moord bestaat nog steeds. Loop maar even mee. Want hier in dit schuurtje staat in de hoek de drukpers waarmee het waarschijnlijk allemaal is begonnen destijds. Dit is de pers waarmee Harry vals geld heeft gedrukt. En dit is de drukpers waarover hij met Al, volgens alle getuigen, een conflict heeft gekregen over de printplaten waarmee $20 biljetten konden worden gedrukt. Die printplaten zijn oorzaak geweest van spanningen, van ruzies. En waarschijnlijk moet daar ook het motief van de moord in worden gezocht. En hij staat hier nog verroest en wel, stoffig. De moord op Al zou gepleegd zijn met een pistool. Maar waar dat wapen is gebleven, weet niemand. Volgens de verklaringen van Butch was het slachtoffer in zijn hoofd geraakt. Maar wat waren de verwondingen precies? En wat zeggen ze over de dader? Dutch television. Dutch television? Oké, okay. Om antwoord op die vragen te krijgen, brengen we een bezoek aan Dr. Stephen Cole, een patholoog-anatoom die 23 jaar geleden sectie verrichtte op het lijk. Dr. Cole blijkt nog in het bezit van de originele sectiefoto's. All right, good. This is one of the ones that did not penetrate. What we are looking at is the skull. And the outer covering of the skull is called the periosteum. So there's a round hole in the periosteum, but it does not penetrate the skull. Yeah. This is the inside of the skull. It's here. Oh, yeah. And it shows the hole. This is where the fatal hole is. Yeah. That's the one on top of the head. Yes, the one that killed him, actually. Yeah. Yes. Do you still remember what you saw when you entered the crime scene 23 years ago? Yes, I do. It was one of the most remarkable crime scenes I've ever seen. Because of what? Well, it was remarkable because this is the only body I've ever had that was buried in cement. I remember very well going to the basement of the home, seeing fresh cement, basically a rectangle of fresh cement. And then the police gradually, over the night, using pickaxes and hammers, excavated the scene, removed the cement, and gradually parts of the body appeared. First a leg, then a leg and part of the torso, and then the entire body. And in what position was he there? He was in the fetal position, curled up, as more or less as I am demonstrating. And what can you tell about the cause of death? Well, the cause of death was pretty obvious. He had one fatal gunshot wound of the head entering the top of the head, just to the left of the midline. He had two non-fatal wounds, gunshot wounds of the head, one in the forehead on the left, one in the back of the head, right in the midline. These were non-fatal because they did not enter the skull. And what do the gunshot wounds tell you? Well, it tells us a little bit about the weapon, that it was not a very powerful weapon. It would be quite consistent with an older style handgun, with much less powder in the shells and thus less muzzle velocity. It also tells us that the victim had a fairly thick skull, a thick bony skull that resisted penetration from two of the three bullets. And what do the wounds tell you about the killer, the shooter? Well, it tells us that, first of all, he was determined.
After all, he shot the victim 3 times. Also, it tells us that his position changed in relationship to the victim. In other words, in one shot, he was facing the victim. One shot, he was behind the victim. And then the third shot, he was above. Shooting from the left, yes, and above. So it is possible that after one non-fatal shot, if that were the first one, then it would be apparent that the victim is still alive and maybe even trying to escape. I do believe that the shooter was above the victim for the fatal shot. So it would make most sense that the first 2 non-fatal shots, that is back of the head and forehead, occurred, and then the victim is on the ground. Perhaps he is stunned. He is not fully conscious, perhaps, and then the final fatal shot was fired. And it's clear he had no chance at all. Correct. No chance. Were there any other wounds on the body? Well, yes. He had a cut or incised wound on the back of the right thigh. This was a superficial wound about 2 to 3 millimeters deep. It was post-mortem because there was no bleeding from it. And this correlated very well with the statement given to me by the police that Mr. Bout and his accomplice tried to cut up the body in order to flush the body parts down the garbage disposal, but they abandoned that plan because the knife was too dull, and then they decided to hide the body by covering it in the basement with cement. So, can you show me point 32? Of course, yes. Caliber? Yes. This is a 32 caliber bullet of the type that Mr. Awagwu was shot with. And it's a full metal jacket, and we can see the powder is here, and there's not a lot of room for powder, so this is a relatively slow bullet without a lot of kinetic energy. Mm. So, yeah. A small one, huh? Yes. Door onze bevindingen in Michigan begint het verhaal van de onschuld van Harry Bout steeds meer te wankelen. Harry had een zakelijke relatie met het slachtoffer en beschikte over een duidelijk motief. De nog maar 17-jarige Don daarentegen kende het slachtoffer nauwelijks. Wat is er die bewuste nacht in dit huis nou precies allemaal gebeurd? De enige 2 die dat kunnen vertellen zijn natuurlijk Harry Bout en zijn vriendin Don Bean. Zij worden 1 maand na het misdrijf gearresteerd en verhoord. Don Bean houdt in eerste instantie haar mond. Maar Harry Bout ontpopt zich eigenlijk al direct als een groot prater. Sterker nog, als een schrijver. Want vanuit zijn cel schrijft hij in het geheim een aantal brieven waarin hij alles en iedereen in deze zaak probeert te manipuleren. Als de toedracht voor de politie nog onduidelijk is, schrijft Harry vanuit zijn cel in het geheim een zeer groot aantal brieven aan betrokkenen en laat die de gevangenis uitsmokkelen. In deze brieven probeert hij op doortrapte wijze zijn vriendin Dawn Bean, immers de enige andere ooggetuige die op dat moment ook in voorarrest zit, te instrueren wat ze precies moet verklaren. Wat Harry niet weet, is dat een groot deel van deze brieven niet bij Dawn Bean aankomt, maar in handen valt van de officier van justitie, meester Varys Clavins. Certainly the streets of Grand Rapids in Michigan will be a lot better with Harry Bout off of. 23 jaar na dato zoekt Peter de aanklager op. Het blijkt dat Harry direct na zijn arrestatie een compleet ander verhaal ophing dan het verhaal waarmee hij nu zijn onschuld probeert aan te tonen. How did Harry behave right after his arrest? Well, my recollection is that initially he was doing everything that he could to try to orchestrate I believe a self-defense scenario as his defense, and he was contacting Dawn and if I remember family and anybody else that he could think of to try to sustain a story that would have been that the victim Al was trying to rape Dawn, and there was some sort of an incident where the victim ended up being killed in self-defense. Clavins leest een van de vele onderschepte brieven voor die Harry destijds vanuit zijn cel naar Dawn Bean schreef. The only 2 people in the world who really know what happened that night are you and me. That's a fact.
Now, Al was, now that Al was wanting to have sex with you, and he would have probably raped you. When I pulled the gun out and told him to stop and get the hell out of the house, he refused and tried to get the gun away from me. That's not premeditated murder. It was self-defense. And as for you, you never knew anything about the planning of, out of a murder. And I will testify for you in court. But you will also have to testify to the truth of why and how Al got shot upstairs. Because it really was an accident. Harry beweert in deze eerste versie van de moord dat zijn vriendin Dawn slachtoffer werd van een aanranding. Hoe Dawn en Al eerst boven in de slaapkamer terecht zijn gekomen is onduidelijk en kan Harry niet verklaren. Dit is een verhaal. Na een poosje hoort hij geschreeuw boven. Harry gaat erop af en ziet hoe een naakte Al zijn vriendin probeert te verkrachten. Er ontstaat een worsteling waarbij Al een Afrikaanse dolk trekt en Harry bedreigt. Als Al dan gewoon wil doorgaan met de aanranding, grijpt Harry een pistool uit Dawn's beautycase. Dan gaat het pistool af en een kogel treft Al in het voorhoofd. Maar volgens Harry gaat Al ook nu nog door en er ontstaat een worsteling waarbij het pistool nog tweemaal afgaat. Het is een verhaal dat al direct aan alle kanten rammelt. Al is immers Harry's beste vriend. Het is uitermate onwaarschijnlijk dat hij notabene in de woning van Harry diens vriendin probeert te verkrachten, terwijl Harry er ook nog eens zelf bij is. De drie waren die avond wezen stappen. Dat was allemaal heel gezellig geweest en er was niets bijzonders voorgevallen. Daarbij is het natuurlijk ook nog zo dat op deze etage nog een vriendin des huizes lag te slapen, hier in dit bed. En dat de ruimte waar de verkrachting zou hebben plaatsgevonden er pal naast lag, slechts gescheiden door een krakkemikkerige, slecht sluitende deur. En dan is er nog de vraag van hoe kwamen die twee dan boven, terwijl Harry gewoon beneden was gebleven. Daar kon hij geen opheldering over geven. En stel nou eens dat het zo was dat Dawn inderdaad was aangevallen door een naakte, woeste, dolgedraaide, met mes bewapende man. Dan vraag je je af, waarom hebben ze daarna niet gewoon geschokt de politie gebeld, in plaats van het lijk naar de kelder te slepen en het daar in het beton te storten? Om ervoor te zorgen dat iedereen er goed van doordrongen is dat dit het verhaal moet zijn dat in de rechtszaal door Dawn ondersteund moet worden, schrijft Harry tijdens zijn voorarrest ook een nogal schokkende brief aan Dawn's moeder. Deze brief is van 3,5 week na zijn arrestatie. En voor alle duidelijkheid, Harry heeft het hier over Al, een man waarvan hij altijd beweerde dat het zijn beste vriend was. Dit zijn de feiten. Dawn en ik waren in ons huis. Er was een dronken, gewelddadige, mesdragende nikker in ons huis. Hij volgde een 17-jarig blank meisje naar boven, greep haar bij verrassing. Hij was naakt, dwong haar op bed, probeerde haar te kussen en verkrachten. Here is his own version. And if you tell him you want 10 different stories, I'm sure you can get 10 more different stories. If he thinks that's what's going to help him. De officier van justitie die in 1985 de zaak tegen Harry Bout leidde, typeert Harry als een grote leugenaar. Over Dawn Bean zegt hij: Do you believe Dawn Bean's story? I do. Told? Yeah? I do. Her story came out early on. And everything that could possibly be done to corroborate that story, in my opinion, was done. I think all the police officers that were involved in this were convinced that she was telling the truth as to what had happened. Dawn verklaart dat Harry al enige tijd werd afgeperst door Al. Harry zou haar al eens hebben verteld dat Al dood moest.
Harry had Don zelfs gevraagd om Al ergens heen te lokken, zodat hij hem kon vermoorden. Dit is Don's verhaal. De avond van de 7e maart 1985 zitten ze na een avondje stappen in de woonkamer wat na te drinken, als Harry voorstelt om een triootje te hebben. Iedereen is behoorlijk beschonken en Don en Al zien het wel zitten. Harry stelt na een poosje voor om naar boven te gaan. Don loopt voorop met een kaars, Al achter haar en daar weer achter Harry. Dan klinken twee schoten. Ze hoort Al roepen, Harry. Er klinkt een derde schot. Als Don zich omdraait, doet Harry het licht aan en ziet ze Al op de grond liggen. Harry legt het pistool op de stereo en samen slepen ze het lijk verder de slaapkamer in. Evelyn, de huisvriendin die ernaast ligt, is wakker geschrokken. Harry's zuster doet er zeggen dat iemand rotjes heeft afgestoken. Don doorzoekt intussen Els zakken terwijl Harry naar beneden gaat om Butch te bellen. Harry komt terug met een pan en een schaar om Els kleding stuk te knippen. De pan plaatst hij onder het hevig bloedende hoofd van Al om de vloerbedekking te sparen. Tot zover Don's verklaring. Even later arriveert Butch. Maar ook op het verhaal waarvoor Harry Bout hier achter mij uiteindelijk is veroordeeld, valt eerlijk gezegd wel wat af te dingen. Of in ieder geval vraagtekens bij te plaatsen. Het klinkt nogal ongeloofwaardig dat Harry Bout zijn geliefde niet vooraf waarschuwt of inlicht over de snode plannen waarvan zij even later ooggetuige zal worden. Hij kan natuurlijk niet weten hoe een 17-jarig meisje op een liquidatie zal reageren. Het is een reële optie dat zij uit angst, schrik en ontsteltenis de hele buurt bij elkaar zou schreeuwen. Maar in plaats daarvan reageert Don niet of nauwelijks, terwijl ze een minuut eerder met die man nog op de bank heeft zitten zoenen en geacht werd daar even later boven fijne seks mee te hebben. En hij vervolgens op een afstandje van hooguit 1,5 meter van haar met 3 kogels in zijn hoofd bloedend dood neervalt. Nee, in plaats van Harry Bout, die haar met een moord overvalt, hysterisch en verbijsterd om opheldering te vragen, schakelt ze ogenschijnlijk moeiteloos over op de rol van medeplichtige en helpt als 17-jarige koelbloedig met het wegwerken van alle sporen. Zo bezien is het geen krankzinnige gedachte om te veronderstellen dat ze misschien toch iets meer wist dan ze hier achter mij tijdens haar getuigenis deed voorkomen. Nadat blijkt dat Don zijn eerste verhaal over de verkrachting niet steunt, ontslaat Harry direct zijn advocaat en komt met een tweede versie op de proppen. Harry stelt nu dat niet hij, maar zijn advocaat het hele verhaal over de verkrachting heeft verzonnen en dat hij onder druk van deze advocaat de brieven moest schrijven. Deze advocaat ontkent dit later overigens met klem als hij in de rechtszaal moet getuigen. Harry neemt een nieuwe advocaat in de arm en komt opeens met een heel ander verhaal over wat er die bewuste nacht gebeurd zou zijn. Harry stelt nu dat Don en Al samen naar boven gingen die avond om in zijn bed seks te hebben. Harry hoort nu geen schreeuw, maar een pistoolschot. Don wordt in deze versie niet verkracht, maar heeft waarschijnlijk een inbreker overlopen. Harry grijpt een geweer dat onder het bed van zijn moeder op de benedenverdieping ligt. Dan klinken nog 2 schoten.
Tegen de wakker geschrokken Evelyn Schneider zegt Harry dat zij zich geen zorgen hoeft te maken. Het is vuurwerk. Ga maar weer slapen, stelt hij haar gerust. In zijn eigen slaapkamer zit Dawn Bean met een nasmeulend pistool. Al ligt dood op de grond. De kernvraag is nu natuurlijk, welk van de twee verhalen is de juiste? Is dat het verhaal van Dawn Bean, die zegt dat Al pardoes door Harry werd neergeschoten toen ze met z'n drieën in het pikken donker de kamer hiernaast binnenliepen? Of is dat het verhaal van Harry Bout, die zegt dat Dawn Bean het alleen heeft gedaan, waarschijnlijk na een uit de hand gelopen vrijpartij? Er is echter nog iemand die daar wat over zou kunnen zeggen. Dat is de vriendin des huizes, Evelyn Schneider, die hier in dit bed die bewuste avond lag te slapen, in de aangrenzende kamer. En je zou zeggen dat als er een schietpartij plaatsvindt en er is een hoop tumult en commotie en er wordt ook nog eens later een lijk de trap afgedragen, dat iemand dat moet hebben gemerkt. De vraag is, wat heeft zij gezien of gehoord? Evelyn Schneider wordt door de mensen die achter Harry Bout staan tot op de dag van vandaag opgevoerd als de meest cruciale, ontlastende getuige van iedereen. Want zij verklaarde inderdaad dat ze Harry de trap op heeft zien lopen met een geweer in zijn hand nadat er boven al een keer was geschoten. Dat zou betekenen dat Harry dus onschuldig moet zijn en precies zoals je verklaarde, na de moord pas op de plaats delict kwam om te kijken wat er was gebeurd. Nou, ik lig hier. Het bed is niet meer het echte bed. En ik stel vast dat je op zich, als je in deze positie verkeert, kan zien dat er iemand de trap op komt. En mogelijk dat hij een geweer in zijn handen heeft. De vraag is echter, heeft Evelyn dat werkelijk gezien of heeft ze dat alleen maar verklaard omdat Harry dat zoveel weken later heel graag wilde horen omdat hem dat zou ontlasten? Volgens officier van justitie Clevens zit er inderdaad een luchtje aan deze getuigenis. The fact is that when the police talked to Ms. Schneider, immediately she indicated she didn't know anything, she couldn't see anything, she only heard the shots. I know that there was all this manipulation that was going on, that Harry was trying to orchestrate the defense again. And Mrs. Schneider was living with her mother, with Harry's mother, rather. And I know that it was a total surprise when she came in and said that the shots rang out, and it was after that that Harry came up the stairs with the gun. I don't believe it for a second. Er zit nog een merkwaardig element in de verklaring van Harry. Hij stelt dat hij beneden zat, een schot hoorde, dat hij toen een geweer heeft gepakt, naar boven is gestormd, omdat hij er rekening mee hield dat er misschien een inbreker of insluiper in het huis was en het vrijende stelletje daardoor was overvallen. Op het moment dat hij hier op de overloop komt, wordt hij aangesproken door Evelyn, die ook de knal heeft gehoord. Ze vraagt, wat is er aan de hand? Harry doet dan de deur dicht en zegt, er is niks aan de hand, ga slapen. Het is maar een ongelukje, een accident. Maar dat is nu juist wat hij op dat moment helemaal niet kon weten. Want hij had dus juist gezegd dat hij er rekening mee hield dat er misschien wel een overvaller in huis was. En de vraag rijst dus bij mij in ieder geval van, is dat dan niet gek dat je de deur dicht doet en zegt, er is een ongelukje aan de hand? Terwijl je beter natuurlijk had kunnen zeggen, was veel voor de hand liggender geweest, van, ga naar beneden en bel de politie. Er is geschoten, er is iets mis. Maar dat heeft hij niet gedaan. En dat vind ik toch een gek verhaal. Omdat de medestanders van Harry Bout tot op de dag van vandaag de verklaring van deze Evelyn Schneider als keihard bewijs van zijn onschuld bestempelen, zijn we benieuwd naar de visie van de man die destijds Harry verdedigde, advocaat Biesen. Evelyn reminded me of a person with disability, with all due respect. I don't think the jury believed her because of that. If she had been someone other than who she was, someone who came in with a little bit more credibility, Evelyn was, she didn't answer questions quite right, I believe. And just looking at her, I got the feeling that you just couldn't quite grasp her because of her problem that she had. I believe she was standing there because she had a problem with there. So
She didn't help. She could have helped, but she didn't. We kunnen haar niet meer spreken. Evelyn Schneider is al jaren geleden overleden. Dawn Bean en Butch krijgen 1985 allebei een deal aangeboden voor justitie. Als ze bij hun verhaal blijven dat Harry de moordenaar is, zullen zij niet meer dan 5 jaar celstraf krijgen. En zo gebeurt het. Harry Bout wordt voor de rechtbank in Grand Rapids veroordeeld tot levenslang wegens moord met voorbedachte raden, premeditated murder, zoals dat hier heet. En ook na zijn veroordeling blijft Harry Bout brieven schrijven. Nu vooral persoonlijk aan de officier van justitie. Harry kept sending me letter after letter after letter, protesting his innocence and telling me how I'd convicted an innocent man, and if I didn't do everything I could to get him free, I was going to rot in hell forever and all that sort of stuff. No, what he's saying is, I don't want you, meaning me, to rot in hell forever, so you better hurry and try to expose the truth before Christmas, or else if God comes back, which could be any day, it will be too late for you. The horrible wrong that you have done to me, God will never forgive you. My daily suffering all these years and until I die rests on you. The soul of Alawagwu cries out to God for justice. Just as sure as you were born, you will one day die. And then, my friend, you will face the creator of your soul for judgment. There will be no fooling God. Do you consider this as a failure of justice? No. I think Harry got himself or got caught in a situation in a case where all the ingredients are there, okay? Sex, drinking, and guns. And I couldn't get past the letters, I couldn't get past the body, I couldn't get past the concrete, I couldn't get past the burying, I couldn't get past Dawn Bean. You add all those up, and you got a guilty. Samen met Harry's zus Linda gaat Peter op bezoek bij Harry. What kind of security is it there? Is it maximum security? It's maximum security, yeah? Yes. De gevangenis ligt op een uurtje rijden van Grand Rapids. And what if there's no hope anymore that he will ever get out? I don't know. We never talk about that. It's not even a possibility for us. Yeah, the visitor's parking lot is that way. Ja, we zijn aangekomen bij de gevangenis waar Harry Bout gedetineerd zit. Dat is een zogenoemde maximum security gevangenis. Dat betekent veel beveiligingsmaatregelen en dat er over het algemeen tamelijk zware jongens gedetineerd zitten. Camera mag absoluut niet mee naar binnen. We hebben wel toestemming gekregen voor een kennismakingsgesprek met Harry en dat gaan we nu ook doen. En misschien is wel nog goed te bedenken dat als je je afvraagt is Harry nou wel of niet schuldig, dat als hij in Nederland was gearresteerd voor dit misdrijf, dan was hij nu al lang vrij geweest. Hij zit hier 22 jaar lang vast en in Nederland moet je toch wel, ja, zeg maar een dubbele moord plegen, wil je überhaupt tot zo'n lange gevangenisstraf komen. Dus in Nederland was hij al lang los geweest. Maar ja, dit is Michigan, de Verenigde Staten. Er mogen alleen foto's gemaakt worden van het bezoek. De duidelijk veel ouder geworden Harry Bout spreekt nog opvallend goed Nederlands en probeert Peter gedurende de 4 uur dat het bezoek duurt uit alle macht van zijn onschuld te overtuigen. Het gesprek is bij vlagen confronterend, waarbij Harry een paar maal nogal schokkende uitspraken doet die blijk geven van erg weinig medeleven met de nabestaanden. Enkele jaren geleden heeft Harry met zijn zoveelste advocaat een herziening van zijn zaak in Amerika proberen te krijgen. De verklaringen van Evelyn Schneider en de herziene verklaring van Butch Shaver
speelde bij die poging de hoofdrol. Maar het mocht niet baten. Harry beweert tegenover Peter dat niet alleen tal van Nederlanders in hem geloven, maar dat zelfs de inmiddels volwassen zoon van slachtoffer L overtuigd is geraakt van zijn onschuld. Deze zoon was bij de laatste rechtbankzitting van 2004 aanwezig en had hem toen laten weten hem te steunen, aldus Harry Bout. Na ons bezoek spreken we af dat Harry de volgende dag een telefonisch interview aan Peter zal geven. In het huis van L woont nog steeds diens zoon, die inmiddels rond de 30 is. Hij herinnert zich nog scherp dat zijn moeder met het slechte nieuws van de moord kwam. I remember thinking I knew what she was going to say, but I didn't want to hear it. So I walked to the living room and each step tried to make it last as long as I could, because I figured until I actually heard the words, the event hadn't happened yet, if that makes sense. And we all went into the living room and she started crying and told us we didn't have a father anymore. Klopt het dat deze man Harry steunt, zoals Harry zelf beweert? That's what he was telling. I saw him in the courtroom and the people around him were telling me, yeah, he is there because he believes in my innocence. No, I'm there because if he somehow gets parole, I'm going to have to kill him. Really? Myself. Yeah. You're serious about that? Yeah. Yeah. An eye for an eye. So it was just another Harry Bout lie. Yeah, absolutely. And there's a lot of them. He's a manipulator, he's a liar. And at this point, he's willing to do and say anything to try and better his position. He has no remorse for what he did. He has never expressed his sympathy or apologies or come across as being remorseful for what happened. En weer blijkt dat een stellige bewering van Harry Bout een grove manipulatie van de werkelijkheid is. Rest nog Harry Stroef Butch Shaver, de kroongetuige die officieel heeft laten vastleggen dat hij onder zeer hoge druk van justitie destijds een valse verklaring tegen Harry heeft afgelegd. Dat hij destijds dus ten onrechte Harry heeft beschuldigd van de moord. De vraag is, hoe weet Butch dit zo zeker? Hij was immers niet aanwezig tijdens de moord, maar werd minuten erna door Harry uit bed gebeld om te komen helpen. Zou Harry ook Butch voor zijn karretje hebben gespannen? Als Peter hem nu vraagt wat Harry die nacht precies door de telefoon zei, valt Butch feitelijk direct al door de mand. Did he want you to take anything with you? He did want me to bring a couple trash bags. Did you ask for what reason? I did ask that. And he said it was done. And so I... What did he mean by that? Well, I had a feeling it had something to do with El Lago, because we had a discussion before where I was going to use the gun to threaten El Lago to get the counterfeit plates back. Did Harry already talk before about killing Al? Because you said, well, it's done. Right. He wanted, him and I have talked, and I told him right out. I said, and I was the first one to mention, I said, we cannot kill him, because if we did that, we would never get the plates. Maar Butch blijft zijn vriend koste wat het kost verdedigen, als Peter met hem 23 jaar later op de plaats delict zit. And now I'm trying to come forth and tell him the truth, yeah, to get him out of prison, because he doesn't belong in prison. The person that belonged in prison is Don Beam. Don Beam was about to tell me. About to tell? You're not a mind reader, are no, you? She said because, so she was about to tell me. Yeah, about to but tell But she never what? Did got a chance to finish it because Harry woke yeah. up. And yeah, so, up. So you don't know what she was going to say. You're not a mind reader. And when he phoned you in the middle of the night,
What did he say? It's done. Would you do anything for your friend Harry? Would I do anything for him now? I would finish his sentence for him right now. I would go to prison right now. You know, if I thought that I could get away with it, I would go to them and I'd say Harry Bowden didn't kill anybody. I did. Maar Butch blijft maar benadrukken dat de jonge mooie Don het heeft gedaan en dat Harry in de rechtszaal geslachtofferd moest worden. They go after the person they want to get. Harry was the most candidate because he was an ex-con. Dawn Beam was not an ex-con. She was a beautiful, young, 17-year-old girl, you know, and stuff. 16, 17-year-old and stuff like that. Walks in the, courtroom with a pink dress and a Bible under her arms. Now, what in the heck did that tell you, you know? Oh, sorry. Now, that's just somebody left me a message. No, that's this phone. Oh, is that? Okay. That could be Harry. Yeah, it is. Around here. Yep. Maybe D. You know? Tijdens een confronterend gesprek op de plaats te Lick met de medeplichtige Butch Shaver belt opeens Harry Bout vanuit de gevangenis. Dat could be Harry. Yeah, it is. Ja. Maybe D. Hallo? Je zit vandaag op de kop af 23 jaar lang vast. Hoe gaat het met je? Niet zo goed. Want het is al 23 jaar dat ik hier achter de tralies zit voor iets dat ik niet gedaan heb. Voor iets dat ik niet gedaan kan hebben. Want ik was niet op de tweede verdieping waar de moord gepleegd was. Ja. Maar hoe ben je die 22, 23 jaar dan doorgekomen als je zegt dat je onschuldig bent? Hoe heb je dat overleefd in de gevangenis? Ik zou beter de doodstraf hebben. Dan hoef ik hier niet meer zo te leven. Dan is het over. Dan kan ik in de hemel zitten. Ja, denk je dat je in de hemel zou komen? Ja, want mijn geweten is schoon. Nou ja, je geweten... Mijn geweten is zuiver. Ik heb nooit in mijn leven iemand... I've never harmed anyone in my life. Nou, dat is natuurlijk niet waar, Harry. Je hebt natuurlijk de nabestaanden van Al ongelooflijk veel verdriet aangedaan. Je hebt hem met heel weinig respect, heb je hem letterlijk onder de grond gestopt en aangestampt. En je hebt daarover gelogen en bedrogen. Dat kan je toch moeilijk zeggen dat je niemand kwaad hebt aangedaan, zeg. Neem je niet kwalijk. Niet kwaad aangedaan. Natuurlijk heb ik kwaad gedaan. Maar ik heb nooit iemand vermoord. Ze wisten van de tijd dat ik gearresteerd was, dat er een getuige in de huis was die mij gezien had. Na de schoten. Ja, maar die getuige die heeft nogal wisselende verklaringen afgelegd. En die komen niet heel erg betrouwbaar over. Dus dat is de reden, denk ik, dat de jury ze gepasseerd heeft. Wel, dat was de enige getuige die in de huis was. Ik kan niet kiezen wie de getuige is. Nee, maar je hebt toch, Harry, want laten we wel zijn... je hebt toch in feite schandalige brieven geschreven... naar de familie van Don, waarin je El een verkrachtende nikker noemt. Ja, dat is ook zo. Je hebt in feite toch gewoon voor een in ieder geval karaktermoord op hem gepleegd. Hij was jouw vriend, hij was je beste vriend. En dan ga je dat soort brieven schrijven. Ik denk dat de jury dat heel erg zwaar heeft meegewogen, of niet? Ja, natuurlijk. En ik moest die brieven lezen voor de jury. De officier van justitie die heeft tijdens het proces gezegd van... je vraagt je af wat iemand die zo met zijn vrienden omgaat... in hemelsnaam met zijn vijanden doet. Dat vind ik wel een treffende uitspraak dan. Ja, en I agree. Ik was verkeerd in wat ik gedaan heb. Ik kan nog wel zeggen, 23 jaar daarna... dat ja, ik zou wel de telefoon moest ophalen en de politie te bellen. Dan misschien was ik nog gedeporteerd uit het land... maar dat zet ik niet in de gevangenis voor de rest van mijn leven. Ja. Ja, ik kan het wel nog zeggen, maar in die tijd kon ik niet meer goed denken. Ik kon helemaal niet denken. En daarna heb Je kon niet helemaal niet denken. Je hebt juist van alles gedaan. Je
je was een beetje de grote organisator. Je hebt geregeld dat hij begraven werd. Je hebt die auto weggezet. Je hebt brieven geschreven. Je was juist volop aan het denken. Je hebt van alles gedaan. Dat is allemaal daarna. Er was niks voor. Er was geen voorbedacht voordat dit gebeurde. Stel nou eens, Harry, dat het lijk na een maand niet was gevonden. Wat was er dan gebeurd verder, denk je? Ik moet eerlijk zijn. Ik zou het wel zwart op wit gezet hebben. Op papier. Maar alleen dat het openbaar zou gemaakt worden als ik al op mijn doodsbed zat. Mm-hmm. Dan zou je het bekend hebben. Dan zou ik het wel bekend hebben. En laten weten wat er daar gebeurd was. Maar goed, je leeft nog steeds. En we zijn inmiddels 23 jaar verder. Dan zou dus die zaak altijd onopgelost gebleven zijn. Ja. En zou jij je leven hebben voortgezet? Ja. Harry, ik heb de indruk dat het hele verhaal zoals dat nu wordt verteld, dat dat nog steeds niet de waarheid is. En dat jij wel weet precies hoe de waarheid zit. En dat er misschien tussen jou en Don Bean iets anders is gebeurd. Wat jullie nog steeds niet hebben verteld. Klopt dat gevoel van mij? Nou, helemaal niet. Het is de waarheid. Ik kan je dit wel zeggen. Als die Elfin Schaefer tegen mij gezegd had, Harry, we moeten de politie opbellen. Dan zou ik de politie opgebeld hebben. Maar dat had hij niet gezegd. Maar Butch verklaarde. Harry said, you know, well, he wanted, you know, top up the body. That's what he wants the trash bags for. Toen jij Butch in het midden van de nacht opbelde, toen heb je tegen hem gezegd, it's done. Het is gebeurd. No, that is niet zo. That is niet zo. He said, it was done. Wil je Butch even aan de telefoon, Schaefer? Als je dat wil, ja, ik kan wel met hem spreken, natuurlijk. Ja? Ja. Oké. Is Harry ringing the phone? Ja. He wants to speak to you. Ja, yeah, Harry. Ja, yeah, Butch? Ja. Yeah. How you doing? All right. I don't know. I'm trying to help you remember that you, when you came to the house, because that's the reason that Dawn thought that she was taking him up there to, not to really have sex. She was taking him up there thinking that you and I were going to confront him over the plates. And that's exactly. Why he was here earlier. Exactly. And then he tried to walk away and she held him back with a gun. Als we naar buiten gaan en de band laten lopen, blijkt dat Harry nog net zo'n grote manipulator is als 23 jaar geleden. What I need to get out is that I'm not the one that pulled the trigger. I know you're not. That's what I told him. You did not pull the trigger, but they said it's circumstantial because I wasn't here at the time the triggers were pulled. En zelfs na dit telefoongesprek blijft Butch Harry verdedigen. En dit heeft alles te maken met zijn enorme schuldgevoel vanwege zijn rol bij de dood van Harry's broer in 1970. We realiseren ons dat Butch het niet over zijn hart kan verkrijgen om Harry te belasten. Misschien lukt het via een minder zwaar beladen omweg de waarheid te achterhalen. Promise to give me an honest answer. I'm not going to ask you, did he do it or not? I'm not going to ask that, but I'm going to ask you another question. Will you answer it honestly to me? Promised? Okay. Yeah? Yes. Did you ever see that Harry was in the possession of a handgun? Yes, I seen him in possession of a handgun that was given to him by Don Bean. He had it in the car. He showed it to me. I didn't see it in the belt. And what did or he tell you like when that. He showed it to you? That he got it on the streets. And what did he want to do with it? He was gonna, give it to me to use it to threaten El Awagu to get the plates. Now that is the truth, that he was gonna give it to me. That was the plan that didn't. We made in the cemetery. But he didn't. And then he called you and he said, it's done. Harry had dus een vuurwapen om El neer te schieten. Butch, what is the chance that he misused you? Because he knew
you felt so guilty. I know that Harry have used me in the past, and I know that he, because of my guilt for his brother and stuff like that, I know that, but I still believe that Harry does not have the ability, as long as I knew Harry, to kill anybody. But when you came first here, you believed it. Yeah. Because he said it's done. And then you said, well, I thought and that he did it because he phoned me and he asked me to come and then take the garbage bags and things. So at that time, you were thinking that he did it. It's maybe hard to face it, but... I won't face it. You won't face it, eh? No. As far as I'm concerned, Harry does not have the ability to do it, and he did not do it. I believe Don Bean killed him. And I believe that, you know, and I will always believe that, and I will take that to my grave. De enige echte ooggetuige die nu nog overblijft is Dawn Bean. Ze was toen nog maar 17 en is nu dus een vrouw van 40. Alhoewel alles inmiddels wijst in de richting van Harry, moet gezegd worden dat ook haar verhaal hiaten vertoont. Ze is niet in paniek de straat op gerend toen Harry opeens de man, met wie ze seks zou gaan hebben, pal achter haar neerschoot en heeft niet direct de politie gebeld. In plaats daarvan heeft ze koelbloedig geholpen bij het wegmaken van het lijk en zweeg daar een maand lang over. Dawn woont in een buitenwijk van Grand Rapids. Hallo, Dawn. Yes. Hi. My name is Peter de Vries. Hello. Hi. I'm Kees van der Spek. Hi. I'm a Dutch crime reporter and I would like to talk to you. Is that possible? About what? About Harry Bout. No, I don't want to talk right now. If you want to give me a card, I can call you back. But why not now? I'm busy right now. I have company and I don't want to discuss anything like that right now. Do you mind us coming back tomorrow? Or Sunday? I don't know. What do you want to find out? I want to discuss the whole case with you. Well, I don't know. I'd have to think about it. Maar de volgende dag doet ze niet meer open, terwijl ze wel degelijk thuis is. In plaats daarvan wordt de politie gebeld. She was involved in a serious murder case, which is still going on because the main suspect is convicted to life, and he's claiming that he's innocent, and she played a role in it, and that's why we want to talk to her, to her version, her side of the story. So that's all. Nou, het is duidelijk, Dawn Bean die piekert er niet over om haar kant van het verhaal te vertellen. En op het moment dat we hier nog eens zullen aanbellen, dan staat meteen de politie op de stoep. Want die belt ze iedere keer zodra wij verschijnen. En ja, dan houdt het een beetje op, hoe jammer het ook is. We zijn bijna aan het slot gekomen van deze reportage. Het wordt tijd om de balans op te maken van onze bevindingen hier in Michigan. Toen ik hier naartoe ging, hield ik serieus rekening met de mogelijkheid dat Harry Bout inderdaad slachtoffer was geworden van een gerechtelijke dwaling. Maar nu ik hier ter plekke zelf onderzoek heb gedaan, de plaats delict heb bezocht, de dossiers heb gelezen, urenlang met Harry Bout heb gesproken en contact heb gehad met de meeste andere betrokkenen, haal ik door die mogelijkheid een dikke streep. Harry Bout is, zoals de Amerikanen dat treffend kunnen zeggen, guilty as hell. Ik heb daar geen twijfel meer over. Harry Bout en zijn supportgroep die hebben op geraffineerde wijze iedereen in Nederland op het verkeerde been gezet. En het is gênant hoe bepaalde media, zonder zelf ook maar enig onderzoek te doen, hebben gezegd dat Harry Bout de moord niet kon hebben gepleegd. Wat een klinkklare nonsens.
Uit ons onderzoek komt Bout naar voren als een enorme manipulator. Een stelselmatige leugenaar die alles en iedereen voor zijn karretje probeert te spannen. Louter aan zichzelf denkt, geen enkel inzicht heeft in zijn eigen daden. Laat staan dat hij daar een schuldgevoel over heeft. Het enige waar ik minder stellig over ben is het antwoord op de vraag of Don Bean, Harry's vriendin, nu wel of niet meer wist van de moord. Ik sluit dat eerlijk gezegd niet helemaal uit. Don, die heeft niet of nauwelijks straf gehad omdat ze een deal heeft gesloten met de Amerikaanse justitie. En dat vind ik niet het sterkste punt van het Amerikaanse rechtssysteem. Het kan ertoe leiden dat iemand zichzelf schoonpraat en een ander belast. Hoe dan ook, na dit onderzoek acht ik het vrijwel onontkoombaar dat Harry Bout inderdaad zijn laatste levensdagen hier in de maximum security prison van Carson City zal moeten slijten. Want hier in Amerika, waar men natuurlijk de feiten wel precies kent, piekert niemand erover om hem voortijdig op vrije voeten te laten. Het wrange is voor Harry Bout wel dat als hij dit delict in Nederland zou hebben gepleegd, hij al lang en breed op vrije voeten zou zijn geweest. En misschien zelfs ook wel hier in de Verenigde Staten, als hij van meet af aan de waarheid had verteld en een bekentenis had afgelegd. Dan was alles misschien heel anders gelopen. Maar ja, de waarheid en Harry Bout, dat zijn twee dingen die niet goed samengaan. Zo hebben wij hier wel ontdekt. Daar heeft hij de rekening voor gepresenteerd gekregen, waar voor nu geen wisselgeld meer geaccepteerd wordt. Levenslang is voor Harry Bout levenslang. Tot zover onze speciale reportage uit Michigan, de Verenigde Staten. Toch op een bepaalde manier een klein beetje Holland. Tot de volgende keer. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Well, you may throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man. But as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down.